Janine woont met haar twaalfjarige dochter in Bad Homburg en werkt als manager in een café. Haar vriend Emir is geboren in Freiburg, woont in Frankfurt-M en wordt als jaloers beschouwd. Hij doet zich voor als Spanjaard, Emilio, en beweert fysiotherapeut te zijn. In feite werkt hij in de catering. Hij is waarschijnlijk een aardige, aangename, maar afhankelijke man. Omdat hij niet met geld kan omgaan, zegt zijn huisbaas hem eind november 2010 te vertrekken. Blijkbaar hoopt hij dat Janine hem in huis neemt. Er wordt veel geruzied. Janine maakt het uit met hem in november 2010 en gooit hem de deur uit. Emir zal dit niet accepteren. Vijf weken later, vlak voor haar 34ste verjaardag, krijgt hij toegang tot de flat. Als de buren hun hond uitlaten, gaat hij naar binnen. Hij grijpt Janine als ze thuis komt van haar werk en weugt haar. Dan neemt hij haar mee in de lift naar de kelder en steekt haar 40 keer. Hij bracht het keukenmes van thuis mee. Naar verluid, zal hij later zeggen, om zichzelf te doden in het bijzijn van Janine. Van het gevecht draagt hij ook krassen en bloedsporen mee. Hoewel er een kliniek naast de deur is die Janines leven had kunnen redden, neemt Emir een taxi terug naar Frankfurt en geeft zichzelf aan bij de politie. Agenten vinden het verminkte lichaam in een plas bloed. Tijdens het misdrijf is de twaalfjarige dochter boven in het appartement met haar biologische vader. Zij heeft de Spaanse achternaam van haar ex-man. Het proces begint in mei 2011 bij de arrondissementsrechtbank in Frankfurt. Daar zal hij in juli worden veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Waarna hij zal worden uitgezet naar Turkije. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek